Maar welkom hier bij de aftermovie van de KNAF. Dit is de Eurol NK Autocross vanuit Rosmalen. En dan nu de grote hamvraag. Wie hebben er vandaag gewonnen? Je gaat het nu zien. Het was weer een keer tijd, hè? Ja, het werd wel eens even tijd, ja. Het zat wel steeds dichtbij, maar het moest allemaal even op zijn plek vallen. Vertel eens even jouw verhaal over deze finale. Ja, een hele aparte, maar goede finale. Ik had het zelf niet verwacht. Ik ging echt voor de punten. Ik dacht, uitrijden is het belangrijkste voor het kampioenschap natuurlijk. Het ging zo goed en ik had rimmen te pakken. Ik dacht, nou open ik de aanval ook. Ik zei, nou gaat het gebeuren. Eerste ronde denk ik een beetje billen knijpen, hè? Ja, dat klopt. Ik kwam daar tegelijk uit en bocht 2 kwam ik eigenlijk te ver naar buiten. En toen kon ik de snelheid meenemen. En ja, gelukkig dat er eentje voor mijn uitvalt. En Verbeek hier viel stil. Wat is dit nou? Winst op een kleibaan voor de tollen. Ja, blijkbaar zijn de wanderen nog niet op. Het ging geweldig. Voor de binnenkant houden. De hele dag had ik niet zoveel grip, maar ik wel graag wou. En nu in de finale valt altijd zijn plaats. Het is een beetje geluk met een paar toppers die wegvallen. Maar even goed, Chris Wagenaar eraf door de kleibaan. En ze hebben jou nu weer gezien? Nee, start was super. Want ik zat er goed bij. Ja, gewoon fel start. Ja, en dan is die, gewoon 10 ronden stampen. Ja, en dan krijg je een overwinning. Hoe groot is het verschil met vorig weekend en dit weekend? Ja, vooral deze baan lag mijn auto al een stuk beter als op het zand. En de finale was goed verlopen, de start was goed. En ik zag in mijn spiegel wel altijd Ricardo Otto, dat hij vlak achter mij zat. Maar het was wel een mooie strijd. Maar de start was fantastisch en daarna kon je ze gewoon achter je houden. Ja, volgens mij wel, ja. Ging prima. Ik had eindelijk weer een beetje grip. Derde maand is totaal niet. Schokbrekers staan top, auto's goed, alles klopt. He, je was gelijk eigenlijk met Jeremy weg. Je kon eigenlijk eventjes aan de kop ruiken. Toen kwam Jeremy toch voorbij. Ja, Jeremy, dat is gewoon die motor, dat koppel. Daar kun je bijna niet tegen staan. Maar viel me meer dat ik nog, zeker tot halverwege het rechte stuk, kwam ik nog wel met hem mee, zeg maar. Dus had ik wel verwacht. Tot zover weer deze aftermovie. Bedankt voor het kijken hier vanuit Rosmalen bij de Eurol NK Autocross. Vergeet niet, 10 augustus zijn we in Gendringen bij de 4e editie. Hoop dat je er dan ook weer bent. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Hoi!